best wel gek om ineens een digitale infratech te gaan organiseren. We hadden gehoopt op een hele volle Ahoy met alle mooie stands. En dat is nu een ontzettend mooie, moet ik wel zeggen, studio geworden. Er waren heel veel mensen in sessies. Als het fysiek hier in Ahoy was geweest, dan hadden we letterlijk volle zalen getrokken. Kort gezegd, zie je nu dat COVID maakt dat we niet ons alleen blind staren op die Randstad en die helemaal volbouwen en daar willen wonen en werken, maar dat we ook meer aandacht krijgen voor de regio. En dan moeten we er ook voor zorgen dat die regio goed bereikbaar is en dat er goede infrastructuur is waar mensen goed kunnen werken en wonen. Met veiligheid zeggen van er is niemand die nog een onveilig project durft uit te vragen. Terwijl we met duurzaamheid laten we dat wel toe. En het gaat eigenlijk bij duurzaamheid om iets wat minder zichtbaar is, maar wel wat degelijk negatieve gevolgen heeft voor de mens en voor het milieu, voor nu en in de toekomst. We vinden dus die verbintenis, hè, dat één keer in de twee jaar samenkomen van de markt. Alle lagen in de markt, de gehele keten, vinden we heel belangrijk. Dus voor ons is het ook eigenlijk niet in vragen geweest van moeten we dit door laten gaan. Op deze manier, samen met onze programmapartners en exposanten natuurlijk, hè, moet ik wel bijzeggen, spelen een hele belangrijke rol nu in deze uitzendingen. Hebben ook samen met ons programma samengesteld. Maar in combinatie dat het wordt uitgezonden op het platform, ja, kunnen we die verbintenis dus nog leggen. Dus nee, wij wilden er echt heel graag zijn deze januari, dit jaar. Je ziet echt dat we zien dat als overheidsopdrachtgevers dat onderhoud echt steeds meer in de picture komt. Gelukkig maar, is ook noodzakelijk, want we hebben enorm veel areaal wat sterk verouderd is. Einde van een levensduur zit en dat moet worden vervangen, gerenoveerd, vernieuwd enzovoort. En ik zie dat de markt daar goed op inspeelt. Ze benaderen ons, ik zal niet zeggen dagelijks, maar heel vaak met goede voorstellen, met innovaties, met ontwikkelingen die zij zien. En ook met het aanbod van hulp. Voor ons, om mee te denken. Maar ze waren stuk voor stuk nu al eigenlijk bruikbaar, nu al toepasbaar. En dan voel je dat succes. En dat vind ik het mooie van deze innovatieprijzen. Dat ze zo heel dicht al bij de operatie staan. Wat echt goed is gelukt, en daar ben ik wel trots op, is het thema de mens centraal. Want uiteindelijk gaat het, daar ben ik van overtuigd, in alle projecten die we doen gaat het om hele goede samenwerking en dan gaat het over mensen. Er gaan natuurlijk niet altijd alle dingen goed. En dan is wel de kunst dat we snel met elkaar om tafel zitten, ook op managementniveau. Dat het niet te lang door laten emmeren. Want dan kom je toch nog wel eens in een juridisch traject of zo terecht. Maar dat is wel echt minder geworden dan het 5 of 10 jaar geleden was. Ik vind het ontzettend veerkrachtig om het hele programma om te gooien en naar een digitale variant te gaan. Mooi ook dat alle partners van Infratech daar ook aan hebben meegedaan. En ik heb van mijn collega's in ieder geval bij de gemeente Rotterdam gehoord dat ze dit een hele geslaagde editie vinden. Als we corona achter ons gelaten hebben, dan staat hier natuurlijk de hele Ahoy weer vol. Daar gaan we echt wel vanuit, dat hopen we. We willen elkaar allemaal zien en we willen elkaar ontmoeten en we willen echt fysiek met elkaar praten over de ontwikkelingen en innovaties die er zijn. Dus wij gaan in ieder geval hierna meteen echt de opstart voor 2023 doen. En we houden eigenlijk de behoefte van iedereen in de gaten of daar in 2023 weer een stukje digitaal bij terugkomt.